Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. We spelen vandaag vanaf Erik's server. We spelen modded Minecraft. We spelen op het Yogscast Complete Pack. Yogscast Complete Pack, dames en heren. Jullie denken misschien, waarom heeft hij wolken aanstaan? Dat is toch vet lelijk. Ben ik met je eens. Wolken heb ik in dit geval aanstaan. Die wil ik in de toekomst ook laten aanstaan. Maar omdat we dit huis helemaal op de verkeerde plek gebouwd hebben... waait er af en toe een wolk dwars door onze woonruimte. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Waar gaan we vandaag mee bezig? We gaan bezig met het bouwen van een nieuw eiland. Een gigantisch eiland. En we gaan dat op de volgende manier doen. Ik wil ongeveer hier de grasrand hebben. En dan nog zo ongeveer 3 hoog een laag dirt, zeg maar. Net als hier. Dit is ook 3 hoog dirt. 1 naar binnen, 1 naar buiten, 1 naar binnen. Daaronder voornamelijk steen. Alleen, ik heb geen zin om het hele ding met de hand te bouwen. En daarom gaan we beginnen aan een van mijn favoriete mods uit het Tekkit modpack. Modular Force Fields. Modular Force Field System is een fantastische mod van, even zien, Calclavia heet die volgens mij. Die heeft hem gemaakt. Je kunt hiermee een force field maken. Je kunt dingen laten invullen. Je kunt het gebruiken als een dure quarry. Maar wel een quarry waarmee je een vette vorm kan maken. Je kunt er van alles mee. Wij gaan bezig met custom mode. Custom mode is een van de dingen die ons bezig zal moeten houden. Allereerst gaan wij beginnen met het maken van een vierkant eilandje. En dan denk je van, goh, wat saai, een vierkant eilandje. Maar laat me dat uitleggen. Daar komen we later op terug. Wij gaan een custom mode maken waarbij wij een heel klein eilandje maken en die gaan we dan telkens iets uitbreiden door ze langs elkaar te slepen. Als een soort van verfkwast, als een soort van brush gaan wij al die dingen naast elkaar slepen. Ik maak al wat steen, ik ben al bezig met heel wat steen, dirt hebben we ook heel veel en ik heb ook nog dirt in compressed vorm als het nodig is. Kijk. Ik heb 14 quadruple compressed dirt, dus dat is wel eventjes genoeg om ons gaande te houden. Wat hebben we als eerste nodig? Een force field projector. Deze heb ik al voorbereid. Hier maken we er 1 van. Meer zullen we ook niet nodig hebben. Wat we wel nodig hebben is fortran capacitators. Hiervan kunnen we er wel 4 gebruiken. En dan ook 4 coercion derivers. En dan denken jullie misschien van, wat is dat allemaal? Voor de mensen die mijn Tekkit Cold War serie hebben gezien, die weten waar ik het over heb. Je hebt Fortran Capacitators en Coercion Derivers nodig, omdat deze mod werkt met een eigen soort energie. Daar kun je helaas niet omheen. Wat wij ook nodig hebben is een Frequency Card. Even kijken hoe we deze maken. Oh, die zijn heel makkelijk te maken, zie ik wel. Je hebt Copper Wires nodig. Oké, vooruit. Copper Wires. We hebben Blank Card nodig. Dat is papier en staal. Voor een of andere reden heb je staal nodig. Gelukkig hebben we genoeg papier. Zo, en dan maken we deze frequency card. Dank u. Frequency card, als ik me goed herinner, kun je shift rechter muis klikken. En dan krijg je een random frequency. Nou, we pakken er gewoon eentje in. 90169. Dat is onze random frequency. Wat hebben we dan nog meer nodig? We hebben uiteraard stroom nodig. Maar we hebben ook, even kijken, waar is deze... We hebben een custom mode hebben we nodig. Daarvoor hebben we een pyramid mode nodig. Geen enkel probleem. Daarvoor hebben we ook een sphere mode nodig. Ook geen probleem. Daarvoor hebben wij een cube mode nodig. Ook geen probleem. Je hebt allemaal van die force matrixes nodig om dit te maken. Zijn enigszins duur. Maar je kan beter te veel hebben dan te weinig. En even zien wat is de laatste die we nodig hebben. Een tube mode. Kijk, alsjeblieft. Deze gaan in de computer. Wat maken we dan? Wij maken een custom mode. Check. Nou, wat dit doet is als je iets gebouwd hebt en je rechtermuis klikt. Kijk, create your own mode by right clicking 2 points to define an area. Shift right click to save the area. Oké. Dat is het dus. Wordt eigenlijk wel even een klein beetje lastig. Gezien het feit dat deze wel altijd vierkant dient te zijn. Als wij een stukje kopiëren, dan moet er ergens een zwevend blok zijn. Een zwevend blok dat opvalt, dat we met gemak kunnen weghalen. We kunnen hier natuurlijk steen van maken. Dan hebben we een soort van wegkruimelend steen. Dat lijkt ook wel enigszins awesome, denk ik. Maar laten we eerst eventjes een eilandje bouwen. Gewoon om te beginnen, een klein eilandje. Laten we hiervoor wat stacks van dit spul meenemen. Niet al te veel. We hebben wat dirt nodig om mee te beginnen. En dan straks wat steen.
doen het wel eventjes zo. Hoppa. Inventory. Management, jongens en meisjes. We beginnen met dirt. Laten we dit eilandje niet al te groot maken, zoals ik zei. Even op hover mode. Dit zal dan de onderste dirtrand zijn. Oh, dus deze kunnen we dan weer weghalen. Heb ik hem gepakt? Ja, fantastisch. Oké. Dit is dan het midden. 3x3. Zo. Laten we er 5x5 van maken. Zo, we maken een mooi vierkant. Hup. 5x5. Zo, dan wordt de bovenkant 3x3. Ik heb helaas nog geen grasblokje bij de hand, anders had ik het toegevoegd. Zo. Dit is wel erg kadig trouwens en ook niet echt de bedoeling, denk ik, helemaal. Zo. Dit is in ieder geval het idee. We gaan hem dus wel iets groter willen en moeten maken. Had ik nou maar een builder's wand, dan had ik dit zo gepiept natuurlijk. Maar die heb ik helaas nog niet kunnen bemachtigen. Ik weet wel dat Nick er eentje heeft. Om die nou te gaan stelen is ook zoiets. We bouwen eerst het kleine eilandje wel even met de hand. En voor je het weet kunnen wij gigantische eilanden optoveren. Dus we doen het wel eventjes met de dingen, met de riemen die we hebben. Dit grote eiland wordt een eiland met meer, wat meer een ruige bodem dan één grote punt, zoals deze. Eén zo'n grote punt, dat neemt echt heel veel steen in beslag. En het lijkt ook niet echt geweldig als je mij vraagt. Ik wil eens kijken wat er gebeurt als je een eiland maakt met allemaal van die ruige punten aan de onderkant. Eventueel vullen we dat later zelf op met meerdere blokjes. Als we toch een force field system hebben, is dat een kleine moeite. Hoe passen we deze custom mode toe? Heel simpel, we pakken hier het meest bovenste punt. Klik. En we pakken hier het meest onderste punt. Nou is hier natuurlijk geen onderste punt, want hier is geen blokje. Dus wat doen wij? We zetten hier tijdelijk een angel blok neer. Die pakken we en we pakken de angel blok weer op. Nu hebben we een custom mode. Als we die shift klikken, dan is hij opgeslagen. Zo. Hover mode even uit, want dat maakt nogal wat lawaai. Nu gaan we onze force field opzetten en deze custom mode projecteren. Wat je allereerst nodig hebt zijn coercion derivers. Deze kun je slaan met je frequency card. Of je doet, even zien, hoe gaat het ook alweer. Ik heb een frequency 0 heb ik nu, leuk. Random frequency, als je nu deze machine hiermee shift slaat. Ja, shift rechtermuisklik en bam, ze zijn nu van deze frequency. Mooi. Wat hebben we verder nodig? We hebben 4 Fortune Capacitators nodig. Deze hoeven niet zo dichtbij te staan, maar het kan wel. Zo, frequency card, huppakee. Normaal gesproken zou ik hier een Tesseract tussen plaatsen en hier dan deze force field projector bovenop. Maar gezien het feit dat dat even niet mogelijk is, omdat we die techniek nog niet hebben, zet ik deze force field projector hierop. En zullen we hier een kabel moeten trekken om energie uit te putten, want we hebben nog geen Tesseracts. Dus vandaar, geen enkel probleem echter. Ik bedoel, we zijn wel een beetje oldschool, dat is helemaal niet erg. Zo, we trekken hier even... Oh, vliegen, kom op. Ja, trek hier even een paar kabeltjes. Zo, kijk, keurig. Wat we nu doen is, we pakken die turbines van ons en die zetten we hier aan. We draaien ze straks wel even om met onze wrench. Zo, even hover mode. 3, 4, 5. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. Deze draaien we eventjes netjes om. 2 slagen elk. Zo. Die zijn allemaal connected. Nu deze nog. Huppa, 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 huppa. Kijk, ze gaan. Fantastisch. Als het goed is, krijgen deze nu... even zien, die moet je nog wel aanzetten, handmatig. Oké. Of je moet ze een redstone signaal geven. Het is een van beide. Maar wij doen ze handmatig. Zo. Deze zijn ook gelinkt. Dus deze krijgen nu ook energie. Kijk, fantastisch. Hier krijg je hele leuke, coole blauwe stralen van. En deze kun je dan ook aanzetten om een projectie te maken. Nou willen wij allereerst eventjes wat modules gebruiken. Deze zou een speed module mogen krijgen. En een capacity module. En ook eventjes de goede frequentie. Kijk eens aan. Wij kunnen nu dus de custom mode toevoegen. Alleen deze willen we een klein stukje naar beneden. Dus we willen down gebruiken met een translation module. We doen voor nu eventjes 8. Even kijken of dat genoeg is.
Er wordt nu een projectie gemaakt, als het goed is. Alleen waar is even de vraag. Er zou een projectie gemaakt moeten worden van deze custom mode. Ik zie echter nog niks. Ik zie nog niks. Krijgt hij wel genoeg stroom? Ja, het ziet er wel naar uit dat hij genoeg stroom krijgt. Oké. Wat mis ik hier? Wellicht een kist? Of nee, deze moet nog aanstaan. Haha, grapje. Is eentje te laag, zoals je kunt zien. Dus we hebben hier een extra translation module nodig. Nu is die even hoog. Nu zit hij ook hierin. Als we dit blokje weghalen, zullen we zien dat hij... Even zien dat hij wat toevoegt. Dit is dus right. Dus als we hier naartoe gaan, dan voegt hij dus right toe. Oké. En wat we nu nodig hebben is... Even kijken. Houden we energie over? Ja, het ziet er wel naar uit. Fantastisch. We houden echt energie over. Mooi. Dat is goed. Nu hebben we een extra module nodig. Niet zozeer een rotation module, maar iets anders. Ik ben even de naam kwijt. Ik zal hem hier even tussen zoeken. Volgens mij is het een... camouflage heb je nodig en dan nog iets anders. Even kijken. Welke is het? Niet collection, niet repulsion, niet array. Field stabilizer. Ja, dan maak je dus inderdaad echt blokken. Dus we hebben een field stabilizer nodig. Om ervoor te zorgen dat onze force field altijd genoeg blokken heeft, doen we het volgende. Ik maak een chest voor steen en een ender chest voor dirt. Deze zal zich vullen met steen, zoals je kunt zien, geen enkel probleem. Deze zal zich vullen met dirt, zoals je ziet, ook geen enkel probleem. Dit gaat terug in de machine. En deze twee nemen we mee naar het eilandje. Ook wil ik nog eventjes, nu we toch bezig zijn met modular force field, zo. Wil ik ook even een silence module toevoegen. Even kijken. Waar staat deze? Silence, ik had hem net nog gezien. Silence module. Zorg ervoor dat jullie niet gek worden van het geluid. Anders ik wel. Ik ben hem nu even kwijt, maar hij staat hier ergens bij. Ik zal hem even opzoeken. Dit is allemaal anti-friendly, anti-hostile. Silence module, kom op. Zo moeilijk te vinden. Ja, hebbes. Hier, deze. Wat heb ik ervoor nodig? Wat waren dat? Noteblocks. Oké, je moet noteblocks hebben om iets stil te maken. Geen enkel punt. Hebben we. Klaar. Silence module kunnen we ook toevoegen aan het systeem. Er staat een creeper op mijn force field. Is op zich geen enkel probleem, want wij hebben een awesome zwaard. Nee, niet doen. Wow, dat scheelde wel niks. Dat scheelde me mooi niks. Goed. Deze. Silence module voegen we toe. En ook de field stabilizer module. Nu zal die dus inderdaad proberen om deze blokken te maken, zolang hij de blokken daar inderdaad voor heeft. Zo. Als het goed is, zullen we nu zien. Ja, kijk. Dat is toch fantastisch. Hij is de blokken aan het maken. Hoe hij dat precies doet. Weet ik niet precies. Even kijken. Ik zou nu toch deze custom mode moeten maken en verplaatsen elke keer. Ik zou zeggen van wel, deze spin mag ook wel eventjes een tik voor zijn kop. Huppa. Waarom doet hij dat niet? En we zien zonder deze field stabilizer module heeft hij zoiets van, oké, hier moet wat komen. Wat hij nou ook niet meer doet, gek genoeg. Misschien dat deze eventjes opnieuw gedaan moeten worden, zo. Ja, even uit en weer aan. Even uit en aanzetten, helpt vaak. Hij heeft blokken. Blokken zat. Ik snap even niet waarom dit fout gaat. Even kijken. Oh, dat is kompasmodus. Oké, geen flauw idee wat dat is. Wow, niet eraf vallen. Dit eilandje gaat trouwens in zijn geheel weg. Waarschijnlijk, niet in zijn geheel. Waarschijnlijk haal ik alleen het huis eraf. En dat eilandje gaat wel in zijn geheel weg. Dat vind ik echt lelijk. Misschien dat ik hem ook toch wel helemaal weghaal voor de materialen. Heel veel dirt is natuurlijk nooit weg. Even kijken hoor. Waarom doet deze het opeens niet meer? Opeens doet hij het niet meer. Hij had net... Hij krijgt ook mag... Hier, hij krijgt alleen maar hiervan. Ik weet niet wat er precies gebeurt hier. Echt niet. Ik heb geen idee. Moet ik ze weer eventjes allemaal slaan met een frequency card of zo? Dat alle frequencies weer even hetzelfde zijn. 100% zeker weten. Gek genoeg.
denk niet dat dat het probleem is. Even zien. Translation module. Right. Eentje weg. Anders voegen wij eventjes 1, 2, 3, 4, 5 hiervan toe. Zien we dan wat gebeuren? Ja, we zien zeker wat gebeuren. Oké. Oké, het werkt dus wel. Wat wil ik nou? Wat is het uiteindelijke doel hiervan? Dat wij een ring maken. Een vrij grote ring. Wij gebruiken hiervoor wel even de silence module. Alsjeblieft, dank u wel. En een field stabilizer. Als het goed is, maakt hij nu deze blokken. Ja, kijk. Dat is dus wat ik bedoel. Hij maakt nu deze blokken. En we krijgen dus een hele ruige onderkant. Ik ga eventjes een wat groter eilandje maken. Opnieuw een custom mode doen. En dan hebben we echt wat meer random. Kijk, dit is natuurlijk... Als het de hele tijd dit patroon is, daar word je niet vrolijk van. Het was eigenlijk wel gelukt. Alleen ik had het gewoon niet door dat het al gelukt was. Oké, prima. Wat willen we nu? Wij willen translation module. We willen eentje meer omhoog misschien. Eventjes uit, tijdelijk. Even, misschien één meer omhoog. Dat we inderdaad wat diversiteit hebben. En dan nog eentje naar rechts erbij. Oké, dan ga eens aan nu. Kijken wat er gebeurt. Oké, prima. Prima, Jima. Het ziet er goed uit. Oké, eentje meer naar rechts. Prima, helemaal goed. Weer even uit. Nou, zo kunnen we dus een beetje hiermee gaan spelen. Ik ga eventjes een eilandje maken wat een beetje respectabel is. En dan gaan we vanaf daar opnieuw te werk. Dit eiland is van een zeer respectabele grootte, als ik het zelf zeg. Ik heb hier een grasblokje toegevoegd. Moet ik eventjes laten hangen voordat ik daarmee verder ga. Gezien het feit dat als ik nu een grasblokje gebruik, in plaats van een dirtblokje, dat ik hem dan niet kan oppakken. Dus ik kan beter het grasblokje hier even bewaren. Even één dirt pakken. Ik ga wel even naar binnen. En dan een later pas het grasblok toevoegen als ik het gekopieerd heb. Anders dan vraagt hij namelijk elke keer om het eiland af te maken om een grasblokje. En dat is niet zo handig. Goed, we hebben in ieder geval een grasblokje. We hebben gelukkig een Silk Touch pickaxe wat dat betreft. Dus dat is lekker makkelijk. Laten we dit gaan kopiëren. Ik heb eigenlijk twee angel blocks nodig nu ik erover nadenk, want ik wil het hoekje meenemen. Angel blocks hoef je niet te gebruiken als je ze maar weghaalt voordat je het geheel opslaat. Even zien, angel block. Ik vind angel block gewoon makkelijk omdat het zweeft. Dat is mijn enige reden om een angel block te gebruiken tegenover elk ander blok, wat dan ook. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Wij zetten een angel block hier in de hoek neer. Plop, en we rechtermuis klikken hierop. Dat is setpoint 1. Dan hebben we een ander setpoint nodig. En dat is hier onder deze hoek. Zo, als we hier naar beneden gaan. En dan eventjes op, even schatten. Dit zal de hoogte zijn. Zo. Ja, dan weet ik zeker dat ik alles meeneem. Plop. Shift rechtermuis klik om hem op te slaan. En nu hebben we weer een custom mode die we kunnen gebruiken. Nu kunnen we ook met alle gemak van dien deze grassblok toevoegen zonder dat we daar zorgen over hoeven te maken. Ik denk dat ik hem in deze hoek plaats. Zo. Wat ik nu even wil doen is de setup maken voor wederom even deze setup voor de coercion derivers, voor de fortran capacitors. Zo, kijk. Wil ik echter... Ja, ik wil deze eigenlijk wel even hier onderlangs. Ik vul dit later handmatig wel even op. Zo, en ik wil dat deze verdraaide windmills, dat die wel eventjes een mooi eindje uit de buurt zijn. Want ze maken toch meer lawaai dan ik had gehoopt. Zo, kijk eens aan. Helemaal hier, prima. Trouwens, nu ik erover nadenk, dat is wellicht niet zo handig. Wellicht gezien het feit... Oh, deze zijn duur, dus deze wil ik wel oppakken als het even kan. Gaat moeilijker dan ik dacht. Ik pak niet alle kabels op. Nou ja, vooruit. Ik ben ook een beetje een kluns, zoals jullie wellicht wel weten. Kijk, doe ik het even zo. Deze gaan dan eventjes omhoog, want dan kunnen we ook nog een eiland hieronder bouwen. Zou wel handig zijn natuurlijk als we dat kunnen. Deze pak ik later wel weer op. We gaan het eiland toch lang genoeg uitbreiden, dus... Hier kunnen dan al onze wind turbines staan. We draaien ze straks wel weer eventjes om met onze wrench. We hebben
gezien dat 10 hiervan meer dan voldoende is voor alle stroom die we nodig hebben. Tik, 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 tik. Zo. Die zijn allemaal connected. En deze nu ook. Tik, 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 tik. Kijk, stroom. Dat is wat ik graag wil zien. Zo, huppakee. Dan kunnen we tenminste de force field manipulator hier rechtstreeks inzetten. Als wij uiteraard, stom van mij, een kabeltje hier omhoog trekken. Zo. Nu hebben ze allemaal stroom. Force field projector. Zo. We willen weer eventjes een random frequency. Het maakt niet uit wat voor frequency, jongens. Het maakt echt niet uit. Je kan ze ook allemaal op 0-0 laten staan. Maar dan is er de kans dat iemand anders die ook 0-0 gebruikt. Inderdaad, alles van je afsteelt qua stroom. Goed. Huppa, alles aan, alles aan, alles aan. Dit duurt het langste allemaal, de setup. En als je eenmaal bezig bent, dan gaat het allemaal wel weer. Oké, wij willen speed module graag. Wij willen een capacity module. Daar heb ik ook een stack van. Dan willen wij onze custom mode hierin plaatsen. Maar niet voordat wij een silence module toevoegen. De field stabilizer wachten we even mee. Wij bouwen alvast de ender chests hieromheen die nodig zullen zijn. Voor dirt en voor steen. Zo, kijk eens aan. Heel keurig. We hebben hier nog 3 dirt. Dat is leuk. Maar doen we weinig mee. Custom mode. Ik wil eerst eventjes translation. Doe maar een heel mooi stukje naar beneden. 16 of zo. Dat we zeker weten dat hij niet dwars door ons heen projecteert. Dit is te laag inderdaad. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Nou ja, iets van de helft. Iets van de helft. Zo, ik denk dat dit hem is. Eentje erbij. Zo. Dit is in ieder geval op het niveau waar we het in de eerste instantie op willen hebben. Wij willen hierna uiteraard wel wat meer variatie hebben. Dus sommige van deze zullen wat hoger worden. Sommige zullen wat lager worden. Laten we dit eventjes laten, even laten lijnen met, even zien, south, 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 south. Als we dit nou inderdaad langzaam blokje voor blokje naar binnen werken en dan zo een soort van cirkel maken. Ik denk dat dat de beste optie is. Field stabilizer actief. En zo. Onze dirt gooien we weg. Kijk, en nou is hij bezig met het maken van een steeds groter en groter eiland. Van de onderkant ziet het er cool uit. Je ziet nog net wat puntjes boven de, of net door de wolken heen steken. En nu het ook wat meer random wordt, zullen sommige van deze punten veel dikker worden. Sommige zullen wat dunner worden, et cetera, et cetera. Dit is echter wel een heel erg intensief project wat betreft onze resources. We gaan dwars door onze dirt en steen heen. Vergeet dat niet, dat is echt, dit is echt een klusje van je welste. Maar kun je nagaan hoe ver je kunt komen met een paar windmills, jongens. Dit is echt een klasse act. Echt fantastisch. We zullen binnenkort een van deze translators voor down zullen we weghalen. Zodat ze inderdaad iets omhoog gaan. Er komen een paar rollende heuvels in ons landschap, dat soort dingen. Ik ga hier eventjes mee bezig. Het kan zijn dat ik hier ook lang mee bezig ben. Ook monsters zullen hier nu spawnen. Dus ik zal wellicht wat met torches moeten gaan doen. Of vaak genoeg even slapen. Dat het weer dag wordt. Ik denk dat ik een bedje daar neerzet bij de capacitor. Even zien, heb ik nog bedden? Ja, ik heb zeker nog bedden. Veel te veel van die dungeons. Die moet ik even weghalen binnenkort. Voor nu zet ik hier gewoon een standaard bedje neer. Zodat we kunnen slapen. En dat was het dan weer voor deze aflevering van Creamy TV Modded Minecraft. We hebben niet echt heel veel gedaan, behalve dan een gigantisch eiland gebouwd zonder zelf enig werk te doen. Wat ook de moeite waard is uiteraard. Ik ga hier nog even mee bezig. Volgende keer hebben wij een gigantisch eiland waarop we kunnen bouwen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer bij Creamy TV.